Welkom bij 42 Actueel met deze week de volgende onderwerpen. Bent u al bekend met het Biesbosch Streekfonds? Het Streekfonds stelt geld beschikbaar voor projecten die zich richten op de ontwikkeling, versterking en het behoud van de gebiedskwaliteiten van de Biesbosstreek. Elk jaar worden er mooie projecten ingediend. Iedereen met een idee, een project of welk ander initiatief dan ook, dat past binnen de doelstelling van het Biesbosch Streekfonds, kan een aanvraag indienen voor financiële steun. Kijk voor meer informatie op de website van deze mooie organisatie. Op iedere eerste vrijdag van de maand zijn ondernemers van onze gemeente van harte welkom om aan de koffietafel aan te schuiven om te netwerken, van elkaar te leren en nieuwe verbindingen te leggen tijdens de open koffie. Vanaf 9 uur 's ochtends kunt u terecht bij Hotel Het Trefpunt in Maden. Regelmatig organiseert men een workshop of een borrel. Zo ook op vrijdag 13 januari. Op hun website vind je alle data. Ook kunt u zich daar inschrijven voor hun nieuwsbrief en maandelijks updates. De Sauwavond in Lage Zwaluwe vindt traditiegetrouw 2 weken voor carnaval plaats. De afgelopen 2 edities konden helaas niet doorgaan vanwege corona, maar op zaterdagavond 4 februari is het weer zover. Met onder andere 5 tonpraters, muziek van de CC-band en de Biesbosrakkers wordt het een gezellige avond in Den Domp. Kaartjes zijn vanaf deze week verkrijgbaar in de voorverkoop voor €5 bij Bloem 77 of per e-mail sauwelcommissie@biesbosrakkers.nl. Op de avond zelf kost een kaartje €6. Er worden enkele hapjes geserveerd en er is een loterij. Dat belooft weer een mooie avond te worden. Nog geen goede voornemens voor het nieuwe jaar, maar wil je wel iets voor het klimaat doen? Stichting Meer Bomen Nu heeft de ambitie om 1 miljoen bomen te verplanten in Nederland en daar kan iedereen een bijdrage aan leveren. De stichting oogst overdadige en ongewenste zaailingen uit natuurgebieden die vervolgens aan burgers en boeren worden weggegeven om te planten. In de provincie Noord-Brabant ligt de ambitie op het verplaatsen van tenminste 25.000 bomen. Om die doelstelling te behalen wordt de Brabantse Oogstdriedaagse georganiseerd op oogstlocaties in een aantal plaatsen, waaronder ook Breda. Gedeputeerde Hagar Royakkers geeft het startsein en oogst de eerste boom van 2023. In Brabant staan we voor een serieuze uitdaging met het ontwikkelen van nieuwe natuur. En dan is het mooi om gebruik te maken van jonge boompjes die door onze natuur zelf worden voortgebracht. Vanaf donderdag 11 januari mag Lieke Schuitmaker zich burgemeester noemen van de gemeente Alphekaam. U hebt bij Omroep Drimmelen de afgelopen week een uitgebreid portret van haar kunnen zien. Heeft u dat gemist? Kijk dan even op onze social media. Op woensdag 10 januari heeft Lieke Schuitmaker afscheid genomen van onze gemeente. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe baan. De jaarwisseling is rustig verlopen voor de bewoners van de gemeentelijke opvang Oekraïne. Het vuurwerk heeft niet gezorgd voor onrust bij hen. Het Rode Kruis gaf informatie over het gebruik van vuurwerk rondom de jaarwisseling. Omwonenden hebben desgevraagd rekening gehouden met de vluchtelingen bij het afsteken van vuurwerk. En dat heeft geholpen. De gemeente dankt iedereen daarvoor. Ook in het nieuwe jaar blijven er vluchtelingen komen vanuit Oekraïne. Inmiddels verblijven er 121 Oekraïners in de gemeentelijke opvang Oekraïne. De verwachting is dat we over 2 weken op het maximale aantal van 140 gasten zitten. Op initiatief van wethouder Jurgen Vissers en VVD-fractievoorzitter Tim Simons bezoekt de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, op maandagochtend 16 januari vanaf 10 uur verschillende kernen van de gemeente Drimmelen. Het is een goede zaak dat een minister op bezoek komt om kennis op te doen op plaatselijke scholen. Vooralsnog staan bezoeken gepland op scholen in Terheide en Lage Zwaluwe.
Het bezoek wordt afgesloten op het Dongemond College in Made. Onze nieuwe burgemeester Boy Scholtze staat open voor een goed contact met de inwoners van onze gemeente. U kunt hem daarom een bericht sturen via Facebook of Instagram. Hij ontvangt graag ideeën en suggesties om samen te bouwen aan een goed leef- en woonklimaat in onze gemeente. U kunt daarnaast persoonlijk kennis met hem maken tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis in Made. De receptie wordt gehouden op dinsdagavond 24 januari van 7 uur tot 9 uur. Dit was dan weer 42 Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. 42 Actueel wordt op werkdagen om 10:30 en 11:30 ochtends ook uitgezonden op Omroep Drimmelen Radio. Volgt u ons ook op de social media van Omroep Drimmelen? Wij zien u graag weer een volgende keer.